is het uit tussen jullie? Goedemorgen allemaal. Het is maandag 11 februari, 6:15 en ik heb echt de kutste nacht ooit gehad. Tycho, die heeft nu echt al een week lang dat hij echt fucking veel hoest. En hij is veel eigenwijs om er dingen voor te kopen en gewoon naar de dokter te gaan. En ik weet dat hij er niks aan kan doen. Ik heb denk ik een uur geslapen vannacht en ik kan daar heel slecht tegen. Ik heb me echt kapot gezweten ook, omdat ik gewoon echt heel onrustig door mijn slaap. En ik vind het echt niet leuk. Ik hoop echt dat die volgende nacht gewoon, dat het weg is. Want ja, ik trek het anders echt niet. Hier heb ik geslapen en je ziet al aan het bed, zeg maar, hoe onrustig dat is. Ik was echt geneigd om me ziek te melden, want ik kan hier echt niet tegen. Dan mis ik gelijk weer een hele dag. En nu krijg ik waarschijnlijk heel veel haat. Maar jongens, leef je maar even in hoe vervelend het is om heel de nacht niet te slapen als je de volgende ochtend weer om 5:45 je bed hebt. Ik ben zo blij dat ik geen stage hoef te lopen, want dan waren ze echt niet blij met mij. Doe in ieder geval je duimpje omhoog en heel veel kijkplezier. Ik sta beneden en ik heb me even aangekleed. Ik heb dit truitje aan van Lovies en mijn flarebroek van de Steen. Mijn haar in een knot en mijn gezicht ziet er nog steeds niet uit. Maar ik ga waarschijnlijk echt super veel reacties krijgen van... Ja, nu doe jij alsof je zielig bent of slachtoffer bent of zo. Maar Tycho is dat. Ik begrijp het, maar Tycho heeft er dus zelf geen last van. Daarom neemt hij ook geen medicijnen. Hij slaapt gewoon terwijl hij kaart hoest. Dus hij heeft lekker de hele nacht geslapen. En ik heb de hele nacht klaarwakker gelegen. Ik zit aan de keukentafel en mijn ontbijt is klaar. Het is geworden havermout met pindakaas. Wanneer niet? Auw, heuk. Ik ga het nu opeten. Ook heb ik geen honger. En dan ga ik weg. Ik ga ook geen make-up op doen, want ik heb er geen zin in. Het is 1 uur en ik ben alweer terug van school. Ik ben wat eerder weggegaan, omdat ik natuurlijk maar een uurtje heb geslapen. Dus ik was er helemaal klaar mee. Ik had eerst visagie, want ik heb eigenlijk haarpraktijk. Maar omdat ik snel doe, heb ik met een andere klas visagie. En toen heb ik een examen gedaan. Een dag make-up gedaan. Alleen ik heb het niet gefilmd, want dat meisje wilde niet op mijn vlog. Dus dan ga ik haar ook niet filmen. Dat is best logisch. Maar het was wel goed gegaan. Ik moest zeg maar een before foto en een after foto maken. En die moet ik dan op NetSchool, dus zo'n programma van school zetten. En dan wordt dat zeg maar beoordeeld. Dus ik ben heel benieuwd. En toen ging ik weer verder met de les van haarpraktijk. Omdat ik in een half uur klaar was met die make-up. En toen heeft Isabel mijn haar even gekruld. Superleuk. En ook zijn mijn wenkbrauwen weer geëpileerd door een meisje in mijn klas. Super mooi. Dat doet ze altijd met een touwtje en pincet. Het was wel even pijnlijk, maar dan heb je ook wat. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, zeggen ze altijd. Ik ben nu even aan het lunchen. Ik eet Turkse yoghurt en ik had 4 crackers met pindakaas en Philadelphia en kipfilet. Maar... ik ga straks even een nieuw bed overtrek op het bed doen. Want dat heb ik er vanochtend afgehaald. Want ik had zo gezweten vannacht. Dat ik dacht, ja, hier ga ik niet meer op liggen. En dan ga ik zo heel veel editen natuurlijk. Want dat is hard nodig. En ik wilde een Q&A toevoegen in deze video. En morgen ben ik dus vrij. We hebben alleen Nederlands een examen. Maar die heb ik dus al gedaan. Dus ik ben morgen vrij. En dat vind ik aan de ene kant leuk. Aan de andere kant niet. Want ik weet dus niet wat ik moet doen. Het is alweer 3 uur. En ik ben eigenlijk de hele tijd bezig geweest in deze kamer. Ik heb de kasten van binnen opgeruimd. Weer een beetje de kleding opgevouwen en gesorteerd. Bij broek, bij broek. En jullie hebben jullie aan tegen bij Tycho. Weer dat kledingrek een beetje netjes gemaakt. En die kast heb ik helemaal schoongemaakt. En weer de producten netjes opgezet. En er stond eerst zo'n hele grote doos daarachter. Met allemaal spullen van Tycho. Die heb ik nu op de grond ergens bij zijn hoekje neergezet. En ook heb ik alles hier gestofzuigd. Dus daar ben ik mee bezig geweest. Ik moet alleen straks nog eventjes het bed verversen. Maar het beddek zit nu nog in de wasmachine. Dus dat gaat nu nog even niet. Maar ik dacht misschien is het leuk als ik een Q&A toevoeg in deze video. Dus ik heb op mijn Instagram heb ik gezet... of jullie wat vragen voor mij hebben voor in deze Q&A. En die ga ik nu dus beantwoorden. Hoe zou je heten als je een jongen was? En dit is heel grappig, want dit wordt gevraagd door Rick. En ik zou heten Rick als ik een jongen was. Waar ben je trots op? Nou, ik ben heel erg trots op mezelf. Dat ik heel erg veel mee heb gemaakt. Nou, daar ben ik niet trots op. Maar dat ik me zeg maar er zo goed overheen heb kunnen zetten. En dat ik er nauwelijks nog mee zit. Dat ik alle nare dingen achter me heb gelaten. En dat ik gewoon een heel nieuw leven heb opgebouwd. Dus daar ben ik wel trots op. Weten jullie de datum al wanneer jullie in het huis mogen? Jazeker. Het is nu op dit moment maandag 11 februari. En jullie zien het een week later. En dan woon ik er dus. Dat is echt super leuk. Want aanstaande vrijdag. Ik weet niet precies welke datum dat is. Dan ga ik er voor het eerst heen. Mijn vader is op dit moment is hij aan
schilderen in het huis. Ze stuurde net een fotootje. Ik zal het eens even laten zien. En woensdag wordt de vloer gelegd. Dus dat is echt super leuk. Kijk, hier is mijn vader bezig met schilderen. Waarom rij je geen auto in jouw vlogs? Nou, ik hou dus echt totaal niet van autorijden. Elke keer als er ergens heen gaat, rijdt Tigo. En dat is niet omdat ik niet mag rijden van Tigo. Maar omdat ik er gewoon nooit zin in heb. Ik vind het totaal niet leuk. De enige reden dat ik rijbewijs heb is voor als ik zelf later een autootje heb. En bijvoorbeeld naar mijn werk moet. Dan is het wel handig. Wil je na het mbo nog een hbo doen? Nee, dat sowieso niet. Vroeger wilde ik altijd wel hbo doen. Het leek me heel erg leuk om voor de klas te staan. Of iets met diëtisten. Maar het is nog zo lang studeren. En ik hou helemaal niet van studeren. Dus nee, dat wordt hem niet. Hoe houd je je skin zo clean? Ik ben echt jaloers. Ja, ik heb nu geen make-up op. Maar het lijkt me misschien wel leuk om een keer een skincare routine te filmen. Dus doe even een duimpje omhoog als je wil dat ik dat een keer opneem. Wat is de plek waar je het liefst naartoe wil? Denk aan een vakantie of zo. Nou, ik zou heel graag naar... Hoe heet dat ook weer? Oh ja, naar de Malediven willen. Dat vind ik zo mooi met die witte stranden. En oh, ik wil daar zo graag heen. Alleen het kost wel wat. Maar wie weet ooit. En ik wil ook een keer heel graag naar Amerika. Eigenlijk wil ik overal in de wereld wel eens zijn geweest. Ik zou echt wel een keer een wereldreis willen maken. Vind je het leuk om je fans te ontmoeten? Ja, dat vind ik echt super leuk. Ik word er altijd heel erg vrolijk van. En jullie zijn altijd heel erg lief. En ik vind het altijd heel gezellig. Dus als je me een keer tegenkomt, zeg gewoon even hoi, ik ken je van YouTube of zo. Want ik vind dat echt heel erg leuk. Ik ben ook gewoon, hoe ik hier nu ben, ben ik ook in het echt. Dus wees maar niet bang dat ik ineens een bitch ben of zo. Is het uit tussen jullie? Nee. Ik weet niet hoe je erbij komt. Maar het is niet uit. Hoeveel kinderen wil je laten? Nou, ik wil sowieso 2 kinderen. Maar misschien ook wel 4 of 3. Het ligt eraan hoe het gaat en of ik het heel leuk vind. En het, ik zou heel graag een meisje willen, want dan kan ik de haren doen. Maar een jongen vind ik ook leuk. Alleen, ik zou niet alleen maar jongens willen. Dan wil ik wil sowieso een meisje. Dan ga ik net zo lang door dat ik een meisje heb. Oeh, zoals heb ik 10 jongens en 1 meisje. Ga je naar de kappersopleiding nog iets doen? En sorry als je een raar geluid hoort. Het raam staat open, want ik had het benauwd. Maar ik zou heel graag hierna iets van wimper extensions cursus willen doen. Of voor je nagels, dat vind ik heel erg leuk. Of iets met visagie. Ik heb wel visagie op school, dat had ik vanochtend dus. Maar dat is niet zo heel uitgebreid. Hoe zie jij je toekomst samen met Tigo voor je? Nou, ik zie het gewoon voor me dat we een leuk huisje kopen. En dat we... Ik weet niet zozeer of we gaan trouwen. Dat ligt eraan of hij dat aan mij vraagt van wil je met me trouwen? En ik zou sowieso heel graag kinderen willen dus. En gewoon leuke reizen maken. Zo zie ik mijn toekomst wel voor. Hoe lang doe je al aan YouTube? Nou, volgens mij ben ik begonnen eind 2014. Dus dat is al 5 jaar. Als je 1 ding aan Tigo mag veranderen, wat zou dat dan zijn? Dat hij iets minder gierig is. Hij is heel erg op zijn geld. En dat is natuurlijk ook wel goed dat je goed spaart en zo. Maar hij mag wel iets losser erin komen. Dat hij me af en toe met het eten neemt. Of zomaar iets leuks voor me koopt. Of dat hij niet zo moeilijk doet om een euro. Want ja, ik vind dat zelf echt super irritant. Want ik ben zelf totaal niet zo. En ik ben heel gul. Dus dat misschien later dat dan komt of zo. Maar op dit moment vind ik dat wel een beetje vervelend. Maak je soms ruzie met Tigo? Ja, in elke relatie zul je meemaken dat je wel eens ruzie hebt. In het begin hebben we altijd heel veel ruzie gehad. Maar nu niet echt meer. Heel af en toe. Maar meer een meningsverschil. Dus niet echt dat we elkaar de tent uitslaan. Heb je een tweede naam? Ja, ik heb zelfs 3 namen. Ik heet Julia, Johanna, Paula. En ik ben zeg maar vernoemd naar mijn oma's. Mijn ene oma heet dan Johanna. We noemen haar altijd Honey, maar ze heet eigenlijk Johanna. En mijn andere oma heet Paula, dus vandaar. Als je later als kapsel bent afgestudeerd, ga je dan nog evenveel vloggen als nu? Ik denk het wel. Ik krijg die vraag zo vaak. Maar ik zie mezelf nog niet vast in een kapsalon werken hierna. Dat wil ik echt nog niet. Dat benauwt me. Ik wil gewoon echt veel doen met YouTube hierna. Ik kan altijd nog werken. Ik kan mijn hele leven nog werken. En YouTube is ook werk trouwens. Jullie vergissen je heel vaak in hoeveel werk dat is. Ik doe het liever een beetje voor mezelf dat ik thuis knip. Heb je een leuk leventje? Nou, op dit moment vind ik mijn leven best wel saai. Want dat zien jullie ook in mijn vlogs. Er gebeurt niet veel. Ik ga gewoon naar school en stage. En dat is het eigenlijk. Ik ben elke keer bij Tigo. Maar ja, ik denk dat mijn leven wel veel leuker kan gaan worden. Als ik bijvoorbeeld kinderen heb. Of als Tigo en ik veel meer gaan reizen. Maar dat dan als we allebei afgestudeerd zijn. Dus op dit moment vind ik het niet heel geweldig of zo. Maar wie weet gaat dat nog komen. Want weet je, de wereld ligt voor ons open. Je kan zoveel doen. Je kan het leven zelf leuk maken. Maar dan moet je wel zelf de slingers ophangen. Ik heb nog veel meer vragen van jullie ontvangen. Maar het lijkt me wel leuk om die vragen dan weer in een volgende vlog te behandelen. Dus laat even weten of je dit leuk vond. Door middel van een duimpje omhoog. En als je wil dat ik de volgende keer weer een Q&A toevoeg in een van mijn vlogs. En als je vragen voor me hebt, kun je ze hieronder stellen. En wie weet wordt je vraag dan beantwoord in een volgende vlog. Ik ga in ieder geval nu even editen. Want dat moet ik echt gaan doen. Het is 5 over 6. En Tigo die is er ook weer al een hele tijd. Hey, hoe laat was je nou uit? 3:10, hè? Maar daarna ging ik nog naar zijn vader. En... Wow, what the fuck. Je ziet helemaal BH, dit is heel raar. In ieder geval, we hebben net lekker gegeten. We hebben zoete aardappel op met vis. En dat was het. We gaan nu de luizenmoeder kijken. Super grappig, laat weten als je dat ook kijkt. Het is 5:10. We gaan straks slapen. Dus ik ga maar alvast de vlog afsluiten, want
Ik ga nu weer wat YouTube kijken. Doe in ieder geval je duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei! Is it me or